Naïmo, Bonbon, zijn jullie klaar voor een verrassing? Ik ben gek op verrassingen. Ja, ik ben cool met verrassingen. Chill zelfs. Wat is het? Wat? Ik moet het weten. Vertel het ons nu. Oké, ga maar door. Ik ben chill. Tada! Die outfit, die look. Het is fris, zoet. Mijn stem heb je. We vinden het echt helemaal het einde. Goedgekeurd. Oh, echt waar? Bedankt, meiden. Oh. Nu jij een nieuwe look hebt, kunnen we misschien allemaal iets nieuws proberen. Oeh, dat vind ik een supergoed idee. Ah, we kunnen ons eigen familiebedrijf beginnen. Familiebedrijf? Wacht, ben ik familie? Meen je dat? Nee joh, echt waar? Serieus? Oh, Emma. Natuurlijk, jij maakt deel uit van onze gekozen familie. Aha, aha, jij bent onze zussenvriendin. Nee, onze vriendinnenzus. Juist, want familie is familie. Ik moet er bijna van huilen. Ik vind jullie gewoon zo ontzettend lief en mega cool. Dus, wat gaan we doen met ons familiebedrijf? Wat hebben mensen nodig? Het is vandaag echt verschrikkelijk heet. Ik heb 50 ijslollies nodig, nu. Schrap dat. Doe maar een miljoen. Denken jullie soms ook wat ik denk? Wat is een betere manier om met de hitte om te gaan? Dan met ijssnacks van onze gloednieuwe winkel. Oh, onze pop-up ijslolly shop. Het is perfect. Dus, hoe zullen we het noemen? Misschien zusjes pop-up ijslolly shop. Te schattig. En leuk. Mijn best. Klinkt cool. Zo veel ijslollies. Iedereen zal er één willen. Nam, nam. Ik in ieder geval wel. Onze allereerste klant. Ik wist wel dat dit een goed idee was. Maar misschien was dit wel een te goed idee. We hebben bijna geen ijslollies meer. Oh. Wacht, als je blijft, dan... verven jullie nagels in dezelfde kleur als jullie ijslolly. Yeah! Dat, klopt. Ik zal jullie allemaal een mooie nieuwe look geven die past bij jullie heerlijke ijssnacks. Ik heb een idee. Ik hou iedereen bezig terwijl jullie teruggaan naar de diner om meer te halen. Topplan. Een fluitje van een cent. Een roze ijslolly. Dat betekent knalroze nagels. Schiet op, voordat de ijslollies smelten. Wauw. Gaaf, hè? Ik kan hoger springen. Ik kan zelfs over al die dozen springen, als je ze voor me neerlegt. Oh, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Mag dat? Alsjeblieft. Ah, prima, maar wel snel een beetje. Het is oké. Meer lollies zijn onderweg. Laten we kijken welke kleur je hebt. Geel. Komt voor de bakker. Ah, gruwelijk. Tot de max. Oeps, ze zijn gesmolten. Mijn fout. Ik zal niet meer treuzelen en niet stoppen. Misschien helpt dit jullie wel. Wow. Het is moeilijk om te rijden terwijl we deze spullen dragen. Het is... Wow. Dat kun je wel zeggen, ja. Mijn dozen! Zo veel ijslollies. Te veel. En katten. Zijn we er al bijna? Net voorbij die schans. Schans? Nee! Tien punten voor stijl. Nul punten voor het verpesten van de ijslollies.
Operatie ijslollies transporteren, poging 3. Op jullie plaatsen, klaar voor de start? Af! Het is veel verder dan ik dacht. Lieve aardbeienzuurtjes, ik kan niet meer. Misschien kan ik helpen? En de kers op de taart. Oh, Neon Kitty. Ik ben bang dat alles op is, lieve mensen. Oh. Waar blijven mijn zusjes toch? Het zou niet zo lang moeten duren. Skateboardkracht! Go Skatepark Cutie! Niet weggaan allemaal! We hebben alle ijslollies van de wereld bij ons. De Skateboard Express is... Oh. Oh. Ijslollies! Dat was gaaf. Laten we het nog een keer doen. Ik maakte me zo'n zorgen. Jullie deden er een eeuw over. Het is een lang verhaal. Maar ik denk dat we nu grotere problemen hebben. Hoe krijg ik nu iedereen's nagels gedaan voordat hun ijslollies zijn gesmolten? Het is onmogelijk! Niet als wij je helpen. Ja, daar zijn zussen nou eenmaal voor. Oeh, en perfect! Zo cool. Ik hou ervan. Je te dromen verjaardagsjurk. En de prinses leefde nog zo lang en gelukkig dat ze een groot balfeest gaf voor de stad op elke verjaardag en op elke vrijdag. Uitgoed, al goed. Dit is nou precies het soort feestje wat ik ook wil voor mijn verjaardag. Een bal! Goed idee, Neon Cutie. Maar had je niet al besloten om een ballenbak te gaan doen voor je verjaardagsfeestje? Ik ben van gedachten veranderd. Nu wil ik een schitterend dansbal en een mooie baljurk om in te dansen. Dat klinkt extra mooi. Maar is je verjaardagsfeestje niet al vanavond? Ja, ik ga Neolysis vragen om alles te veranderen. Dat zal geen probleem zijn. Ze is de beste grote zus en modeontwerper. Grote zussen zijn de beste. Spoiler alert, Candylicious en ik hebben de beste taart ooit voor je gemaakt. Kom kijken. Het heeft al je favoriete ingrediënten. Hagelslag, fruit, frisdrank. Oh, je bedoelt baksoda, bonbon. Dat laat cakes opzwellen, zodat ze hoog en luchtig worden. Zoals je verjaardagstaart. Tada! Het is schitterend! Net een baljurk. Oh ja, dat is vet zeg. Tik hem aan, zus. Gelukkige verjaardag, mijn grote kleine zusje. De ballenbak is gearriveerd. En ik heb ook nog 50 zakken met ballen in 3 aparte klempers gepropt. Ja, wat dat betreft. Ik weet dat ik zei dat ik een ballenbak wilde, maar nu wil ik eigenlijk liever een dansbal. Wacht, meen je dat echt serieus? Ja! Oh, oké. Okay. Even denken. Ja? Ja, dit kan werken. We kunnen in de ballenbak dansen. Het wordt een ballenbak-dansbal. Goed idee, zus. Enorm bedankt, lieve zus. En zou je ook een baljurk voor me kunnen maken met haast? Ik zou er graag een willen die op mijn taart lijkt. Alsjeblieft. Oh, Neon Cutie. Er is niet genoeg tijd om een nieuw jurk voor je te maken. Maar ik beloof je dat je een geweldige tijd zult hebben op je bal, wat er ook gebeurt. Ja, je hebt gelijk. Pak wat rust. Je feestje is vanavond en er zijn een biljoen ballenbakballen die de jarige Joep zullen willen ontmoeten. Pff, ik ben helemaal niet moe. Ik heb veel sprookjes gelezen en ik oefen nu al dagenlang mijn dansbewegingen. Ik ben er zo klaar voor dat ik... Je eten is klaar! Oh, huh? Aww, mooie verjaardagsdromen, Neon Cutie. Ik hoop dat je van taart droomt. Huh? Wat is er gebeurd?
Ik herinner me niet dat ik hier naartoe ben gegaan. Oh nee, mijn feestje is begonnen. En ik heb nog steeds iets om aan te trekken. Kunnen jullie twee serieus een poljurk voor me maken? Wauw, kan dat nu meteen? Een baljurk gemaakt van een bedsprei? Dat zou kunnen werken. Wauw. Oh, dit kan ik niet dragen. Het spijt me. Maar het is enorm indrukwekkend naaiwerk voor twee kleine katjes. Hallo? Is er iemand? Jammer. Ik denk dat ik toch geen nieuwe baljurk nodig had, schat. Maar natuurlijk heb je een nieuwe baljurk nodig, Neon Cutie. Het is jouw verjaardag. Neonlicious? Ja, ik ben het. Het is waar. Ik ben je feeëngids zusje. Ik zal je helpen de baljurk van je dromen te maken. Echt waar? Ja, dat zei ik net. Oh, ik ben aan het dromen. Ik vind dit leuk. Mag ik een baljurk die groot en mooi is met taart erop? U wint, is mijn mode-uitdaging. LOL Surprise. OMG, wow. Ik heb de perfecte baljurk voor jou. Dit is het niet helemaal. Wat dacht je van een baljurk zo zoet dat het de grote mooie verjaardagstaart is? LOL Surprise. OMG, wow. Ik heb de perfecte baljurk voor jou. Wauw. Geweldig. Maar als mijn baljurk te lekker is, gaat iedereen hem opeten. Wat dacht je van een jurk die zo groot en poefy is dat het op mijn taart lijkt? Het kan veel kleuren hebben, sterrenhagelslag, chique handschoenen en een hele grote strik. Weet je het zeker? Je blijft van gedachten veranderen. Dat is een beetje jouw ding, hè? Ik weet het zeker. Laten we dit doen. LOL Surprise. OMG, wow. Ik heb een perfecte baljurk voor jou. Deze jurk is perfect. Dank je wel. Dank je. Neon Cutie. Oh, waar ben ik? Ben je in orde? Oh, juist. Het was maar een droom. Oh nee, ik ben te laat voor mijn verjaardagsbal. Oh ja, ik heb geen baljurk. Sorry, Neon Cutie, maar je ziet er top uit. Bedankt, ik heb echt zin in mijn feestje. Laten we naar het bal gaan. Wauw. Mijn verjaardagsbal is geweldig. Ik heb nog een verrassing voor je. Mijn baljurk, je hebt het gehaald. Maar hoe? Je bent echt een feeëngids zusje. Huh? Ach ja, ik moest natuurlijk de verjaardagswens van mijn zusje laten uitkomen. Trek hem maar gauw aan. Dat maakt me zo blij. Maar voor je volgende verjaardag kun je aan één thema houden. Eerst was het rolschaatsen, toen was het een luchtkasteel. Je hebt gelijk. Ik verander veel van gedachten. Maar het beste verjaardagscadeau van allemaal is tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden. Zo is het. Laten we dansen. Verrassing, de baby is er. Veel werk. Ah ja, Cherry. Wat doe jij nou weer hier? Ik heb je echt zo lang niet gezien. Hoe gaat het met
Jeetje, hoe is het op school? Nee, wacht, dat zijn saaie dingen. Hoe gaat het met je animeclub op school? Rustig aan, joh. We hebben het hele weekend om bij je te praten. Ik ben je nieuwe oppas. Dit gaat zo leuk worden! Misschien niet superleuk dan. Ik heb beloofd om dit weekend de grote zus te zijn en op mijn kleine zusje te passen. Is Lil Neon Cutie hier? Lil Neon Cutie is echt zo schattig. Ja, echt hè? Kijk haar kleine vangetjes nou. Oh. Ik zal je beschermen met mijn leven. Dat is erg dapper van je. Maar het zal niet nodig zijn. Dat beloof ik. Ik heb heel wat ervaring. En ik ben de beste oppas van heel Glitter City. Dus we gaan een hoop plezier hebben. Deal? Deal. Yay! Laat de Neon Familie Anime Minicon van start gaan. En vorige week leerde Zwerkels over kleurentheorie. Ik snap het nog steeds niet, maar ik vind dit er leuk uitzien. Ah, ja! Papa, papa, pa! Hé, hey, doe dat op je eigen schilderij. Papa, ja, tada! Dat is geen kunst, Little Neon Cutie. Dat is gewoon een kleederboel. Oh, we zitten echt enorm in de problemen. Oh, ja, ja. Waar probeer jij naartoe te racen? Ze was aan de kiederen. Wow. Het is oké. Kliederen hoort erbij. En ik ben een fan van je artistieke visie. En een nog grotere fan van babyproof wasbare verf. Als jij begint met schoonmaken, maak ik deze kleine klaar voor een dutje. Maar het is niet mijn kliederboel. Ik weet het. Maar ik kan de hulp goed gebruiken. Alsjeblieft. Ik heb beloofd om een goede grote zus te zijn. Je bent de beste grote zus. Laten we jou in slaap zien te krijgen, zodat we de ramen-toko kunnen openen. Oh, ja. Ja. Wauw. Bedankt voor het schoonmaken, Neon Cutie. Laten we dan nu wat plezier maken. Yay. Ramen-slurpwedstrijdje, nu. Bingo! Kom maar hier met al die aardbeien van je. Nee, mijn kostbare bessenvruchtjes. Ik win. Goed, wat dacht je van een cosplaywedstrijd? Verkleedheid. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En hier hebben we Neon Cutie met de nieuwste look van Cosplay Couture. Laat je niet misleiden door de roesjes, ze is een stoere dame. Aya Cherry rockt de verborgen Roosdorp mode. Een stoere ninja in het allervelste roze. Wat een look! Probeer je je dutje over te slaan? Ja. Ik respecteer je moed wel, maar niet terwijl ik op je pas, schatje. Laat het J-pop dansfeestje beginnen! Oh, ja! Goed en Lil Neon Cutie. Maak je je dit ook? Eventjes.
Je kunt je dutje niet overslaan, Lonnie en Cutie. Gezonde baby's hebben nou eenmaal heel veel slaap nodig. Het is oké, Lonnie en Cutie. We zien je snel weer, dat beloof ik. Ik denk dat je gewoon deel wil uitmaken van dingen. Ik weet het, maar deel van een goede oppas zijn is om verantwoordelijk te blijven. Zelfs als je lol wilt maken. Volgens mij gaat het niet alleen om de leuke dingen. Lonnie en Cutie wil bij haar familie zijn. Daar hoor jij ook bij. Ben ik familie? Natuurlijk! Je bent niet gewoon zomaar een oppas. Je bent onze zusoppas. En we brengen super graag tijd met je door. Oh, meiden toch? Als je één dans mag doen, ga je daarna dan slapen? Ja, ja, ja. Laten we dansen! Woehoe! Yay! Ja, ja. Woehoe! Wow. Oh, ik vraag me af wat ze nu aan het doen zijn. Oh, ik moet nu naar balletles. Vergeet dit niet. Oh, ja. Hoi, Skatepark Cutie. Ik ben Ellie Dance. Hey, Ellie Dance. Je bent zo'n waanzinnige skateboarder en je laat het er zo makkelijk uitzien. Je springt en draait alsof het zo makkelijk is als dansen. Ik wil het zelf ook proberen. Praat ik soms te veel? Misschien wel, ja. Maak je niet druk. Het lijkt erop dat je een danseres bent. Laat me jou draaien zien. Hey, dat is ook supercool. Nou, ik moet rollen. Mooi haar ook. Oh, bedankt, Ellie. Dat heeft Lady Braids voor me gedaan. Ze helpt jou vast ook graag. Oh, wauw. Dat is een geweldig idee. Hi, Lady Braids. Ik zou graag een geheel nieuwe look willen. Oh, echt waar? Kun je mijn haar stylen net zoals Skatepark Cutie? Ze is de allerbeste skateboarder aller tijden. Ik kan alles doen, joh. Ik ben toevallig de allerbeste haarstylist aller tijden. Maar weet je zeker dat je volledig op iemand anders wilt lijken? Oké, dan. Perfect! Oké, ik heb het haar. Dan nu een skateboard. Leuke zonnebril, Skatepark Cutie. Oh, ik ben dankjewel. Hey daar. Ik denk dat ze weten dat ik Skatepark Cutie niet ben, maar ik vraag me af waarom ze wegliepen. Begrepen, jullie willen een nieuwe look. Weten jullie het zeker? Ik denk dat ik wel weet wat dit inspireerde. Wauw, je nieuwe look. Die lijkt nogal op de mijne. Dit is een gedurfde verandering. Ik ben naar Lady Braids gegaan, zoals je zei. Dat is cool, Ellie. Maar
Wil je niet liever je eigen ding doen? Wees jezelf, weet je wel? Je bent cool, zoals je bent. En is ballet niet jouw grote ding? Hey, jullie zijn net tweelingen. Ja, nu je het zegt, daar had ik nog niet aan gedacht. Later! Skatepark Cutie! Skatepark Cutie! Yay! Skatepark Cutie! Hier! Ik bedoel, tuurlijk! Dat is vreemd. Ze ziet er kleiner uit in die outfit. Skatepark Cutie heeft vast haar dag niet vandaag. Je geen zorgen over vandaag. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Blijf oefenen. Het lukt je wel. Huh? Hey, jullie zijn net tweelingen. Uh-oh. Misschien is het tijd voor mij om Ally Dance een lesje te gaan leren. Ik ga naar balletles, om te zien of iedereen daar denkt dat ik Ally Dance ben. Ik kan me veel problemen voorstellen met dat plan. Jij bent het. Hey, ik was net op weg naar balletles. Ik hoop maar dat niemand bij de balletles denkt dat ik jou ben. Ik ben niet zo goed in dansen en ze denken misschien dat jij je gevoel ervoor kwijt bent, maar we zullen zien. Het spijt me, Skatepark Cutie. Het is gewoon dat ik jou zo geweldig vind dat ik meer zoals jou wilde zijn. Oh, ik denk dat ik van skaten hou. Oh, ik snap het. Ik dacht dat als ik op jou leek, ik me een echte skater zou voelen. Misschien was dat niet het beste idee. En iedereen denkt dat ik mijn vaardigheden kwijt ben. Oh, het spijt me echt. Ik zal iedereen vertellen dat ik het was. Trouwens, je bent zo goed in skateboarden dat iedereen onder de indruk zal zijn zodra ze je nog een truc zien doen. Dat is eigenlijk best wel lief. Misschien had ik je gewoon om hulp moeten vragen. Ja, kom mee. Ik wed dat ik je een truc kan leren. Dat zou gaaf zijn. Wat dacht je van op de terugweg naar de salon? Waar we onze looks terug gaan veranderen? Ziet er goed uit, Skatepark Cutie. En jij lijkt op jezelf. Wat geweldig is, Ally Dance. Goed. Wil je een Kitty Cat 180 truc leren met je nieuwe skateboard? Tuurlijk. Wat is een Kitty Cat 180? Daarvoor hebben we een paar katjes nodig. Au! Een hoops, Cutie. Oopsie. Prince Bee, Queen Bee, Hoops Cutie en Puppy. Hey, lieve familie. Luister, we hebben non-stop gerepeteerd voor de Glitter City Dance-Off. En vanavond is de avond. Laten we alles nog één keer goed doornemen samen, want... Oefening baart kunst. Precies, ja. Oké, Hoops Cutie, hoe gaat het met die speciale beweging? Oh, maak je over mij maar geen zorgen, Royal Bee. Ik kan deze dans dromen. En jij dan, Puppy? Mijn schattige baby puppy prinses, ben je er klaar voor? Ziet er goed uit. Kostuums? Helemaal veilig in de Bibi Boutique. Neon Kitty zal ze niets laten overkomen. We zijn echt goed voorbereid. Geweldig. Dus nu kunnen we allemaal ontspannen tot aan de show. Toch? Ik weet het niet. Alles is onder controle, joh. Waarom pak je geen Boba en ga je lekker zitten voor een paar uur? En terwijl jij dat doet, neem ik Puppy mee voor een kleine wandeling. Ah, je wilt gewoon basketbal spelen. Ik bedoel, ik zou graag een paar worpen doen, maar het is gewoon een kleine wandeling. We zijn zo terug, beloofd? Doei!
Weet je wat, Puppy? Vandaag is een perfecte dag om te dansen en puppy's uit te laten en... En ballen gooien. We hebben tijd, toch? Kijk uit allemaal, Hoops Cutie gaat lekker. Ze doet alsof ze naar links gaat. Ho! Ze dribbelt naar rechts. Ze schiet. Wow! Oh nee, gaat het, Puppy? Oh. Ik breng je naar de dierenarts. Is er een dierenarts aanwezig? Is een dierenartsassistent ook goed? Emma Emo? In levende lijven. Oh nee, je arme schat. Wat is er gebeurd? Gewoon een klein bultje op de koppie. Oké, ik ga een snelle controlebeurt voorschrijven. Dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Eerder zou beter zijn. De gezondheid van dieren kun je niet overhaasten. Ze zijn erg delicaat en hebben speciale zorg nodig. Goed, zet Puppy maar neer op de tafel en dan kunnen we beginnen. Oh nee, niet alweer, hè? Alweer? Ja, dit gebeurt nogal vaak. Het is stil, Queen Bee. Te stil. Dingen gaan normaal nooit zo soepel. Voor alles is een eerste keer. Wacht, heb jij Hoops Cutie en Puppy gezien? Ik geloof dat ze nog niet terug zijn. Ze zijn al langer dan een uur weg. Ik ga ze bellen, er is iets aan de hand. Ze is vastgestopt om basketbal te spelen. Daar ben ik bang voor, ja. Dan verliezen ze de tijd uit het oog. Queen Bee, zou jij Prince Bee willen halen en hem zeggen dat hij iedereen moet vertellen dat er een Glitter City noodoproep is om onze vermiste familie te vinden? Ik weet het, ik weet het. Het doet pijn, hè? Het was een ongelukje. We speelden 1-op-1 en Puppy blokkeerde mijn shot. Dat was een zieke blok, trouwens. En de bal stuiterde een beetje overal naartoe. En dus ook op Puppy. Zoals ik al dacht. Deze pup is... gezond en gelukkig. Ze heeft gewoon meer van... dit nodig. Dus geen basketbal meer vandaag, oké? Okay? Oh, ik heb toch geen tijd. Ik moet een optreden rocken. Bedankt, Emma. Ik zei toch dat we het zouden halen? Waar is iedereen? Naar jullie op zoek. Waarom? We zijn gewoon hier. Meer dan een uur te laat. Oh. Wat is er gebeurd? De wandeling duurde wat langer, maar we zijn er klaar voor. Toch, Puppy? Ze zijn allemaal ziek. We moeten ze naar de dierenarts brengen. Oh, en hier komt de chaos. Oké, allemaal. Alle hens aan dek. Laten we deze lieve diertjes helpen. Oeh, serieus? Oeh, en Puppy ook? Ik heb je net nog opgeknapt. Het kan niet dat jullie allemaal basketbalblessures hebben. Basketbal? Hoops Cutie. Oké, dus misschien ben ik gestopt om basketbal te spelen en zo raakte Puppy gewond. Ik weet niet wat er met de anderen is gebeurd. Daarnaast heeft Emma Puppy gecontroleerd en alles was oké. Oké. Dit is rampzalig. Let niet op mij. Ik ga ondertussen gewoon even deze schatjes opknappen. Spijt me, Royal Bee. Ik wilde gewoon een beetje lol maken. En bij jou is het soms allemaal zo zakelijk, weet je wel? Ik maak ook graag lol, hoor. Maar ik heb gewoon ook graag dat alles perfect is. Alles is perfect. Kijk om je heen. We hebben elkaar. Echt waar? Ik bedoel, ja. Jullie hebben mij en Puppy gekozen als deel van de Bee-familie. En er is niks beters dan jou als grote zus te hebben. Ze heeft gelijk. Nou. Sorry, ik hou gewoon van liefde. Ik bedoel huisdieren. Ik hou van huisdieren. Ik zal hier gewoon mijn werk doen. Wacht eens even. Dit ziet er niet gebroken uit. Kun je haar als volgende opknappen? Ik dacht dat je je hoofd had gestoten. Oké. Dus alle huisdieren zijn gewoon helemaal gezond. Ze hebben alleen maar...
natuurlijk dat alle huisdieren totaal net als ons deden. Je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze er schattig uit willen zien met hun schattige verbandjes. Misschien moeten we wel allemaal matchen. Maak er mode van. Het is Poos. Hoi, Poos. Wauw, hallo. Kijk, ik heb ze. Meen je dat serieus? De kaartjes voor de Glitter City Soirée. Maar hoe dan? Die waren echt onmogelijk om te krijgen. En niet onmogelijk voor mij. Ik kom er meteen aan. Doe tweet. Wat gaan we aandoen? Geen zorgen. Daar weet ik wel iets op voor ons. Nieuwe outfit. Vind je dat? Oh, wauw. Dat is zo cool. Het is perfect. Perfecte mode? Impossible. Dat betekent onmogelijk. Maar oeh, ja's. Inderdaad mogelijk. Je hebt het zojuist gedaan. Bedankt. En ik heb iets glamoureus voor jullie allemaal. Ah, fantastisch, Lady Diva. Ziet er prachtig uit. Oh, jeetje. Probeer deze eens. Wat een swag! Oeh, magnifiek! Maar er ontbreekt nog iets. Natuurlijk! Voilà! Oh, gedraag je, Royal Bee! Oeh, mijn beurt nu! Ik wil er ook zo chic als jullie uitzien. Probeer dit! Te kriebelig. Wat dacht je van dit? Dit ziet er achterstevoren uit op beide manieren. Of deze? Is dit een legging of een sjaal? Misschien dit dan? Veel te poeverig. Onze chauffeur is er. Ah, we moeten gaan. Ik wil niet gaan. Ik heb nog niet echt iets perfects om aan te doen. Jullie moeten maar gaan. Het is niet jullie schuld. Maar dan zouden we jou hier achter moeten laten. Het is de Glitter City Soirée. Het is echt très important. Dat is Frans voor superbelangrijk. Weet je wat? Gaan jullie maar. Ah, ik snap helemaal waar Diva vandaan komt. Ik blijf gezellig bij mijn zusje. Echt waar? Nou, wij kunnen niet gaan als jij en jij ook niet gaan. Maar dan missen we wat misschien wel de grootste roze loper ooit zal zijn. Nou ja, het is geen vereiste om te gaan. Gaan we niet naar de soirée, kunnen we toch wel iets anders doen, zoals iets normalers. Maar zo chic gekleed? Weet je wat? Laten we de stijl omarmen. We kunnen alles doen in high fashion als we dat willen. Het is waar. Je kunt echt alles doen in high fashion. Moet je dit eens zien? Ik vind het superb. Je hebt snelheid en glamour. Wow! Perfectie. Doe met me mee. Wow, wow! Mooi gedraaid. En nu, maak er mode van. Disco dancer. Een tornado. Oeh, je bent als de wind. Je bent wild. Ik heb het. Allons-y.
Dat betekent, laten we gaan! Kitty zegt, bedankt voor het opdoffen om mij te aaien. Kitty Cat zegt, dat hadden jullie niet hoeven doen. Meisjes, laten we er nu mode van maken. Je bent een kat. Oeh, je wilt een dutje doen. Mauw. Ja, je bent een kat die yoga doet. Ja. Roar! Ik bedoel, miauw. On la fait. Ah, het is ons gelukt. We hebben daar zo erg mode van gemaakt. Waar was dat voor? Dat je bij me bent gebleven. Natuurlijk, daar zijn grote zussen toch voor? En om naar onze volgende halte te gaan. De Slay Space! De beste plek ooit! Eerste ritje op de glijbaan, geklaimd! Ben ik soms opeens gegroeid of is deze stoel echt heel erg klein? Wat het ook is, maak er mode van! Je bent een konijn? Nee, een kangoeroe. Kom op, Tot. Maak er mode van. Jullie zitten allemaal in een vliegtuig. Je bent een piloot. Je wilt meer pretzels. Daar gaan we. Van onderen. Oh, hier. Dat was de leukste dag die ik ooit heb gehad. Ja, echt hè? Erop uitgaan en zo gekleed gewoon lol maken was echt een geweldig idee. En we hadden het nooit gedaan als Diva er niet was geweest. Maar de volgende keer een formele normale dag? Ik wil ook zo'n mooie chique jurk. Ik beloof je dat ik dan iets speciaals voor je heb. Dat niet jeukt, achterstevoren of raar is. Nu, allemaal even dicht bij elkaar. Zeg, maak er mode van! Maak er mode van! Plet zandhaar lariteit. Welkom, vrienden. Dit lijkt misschien wel op een gewone hoop zandkorrels. Maar dat is het niet. Oeh, zit er soms een schat in verstopt? In zekere zin, ja. Oeh, ik wil op schattenjacht gaan! Nee. De schat is wat we met het zand beeldhouwen. Want kijk, zand op zichzelf is miljoenen piepkleine rotsen. Maar met wat graven en wat tuigage en veel water verhardt het zand en verandert het in iets geweldigs. Oh, we bouwen zandkastelen! Dat klopt. Welkom bij MC Swag's Zandkasteelfeestje. Waar ik 3 van mijn favoriete dingen combineer. Feestjes, zandkastelen maken en ikzelf. Pak een emmer en schep iedereen. Laten we zandkastelen maken. En onthoud, het kost veel werk om een zandkasteel te maken. En het kan afbrokkelen op elk moment. Dus niet die van anderen aanraken. Maar neem zoveel foto's als je wilt. Veel plezier. Ik hou van zandkastelen. Ik ook. Bonbon, je haar is zo groot. Vind je het niet mooi, mooi? Ik was in een slechte bui vanmorgen, dus ik probeerde een nieuwe look. Oh, vervelend dat je je slecht voelde. Ach ja, ik was aan het bakken met candylicious en echt alles ging mis. Eerst legde ik al mijn eieren in 1 mand en brak ze. Toen zeefde ik veel te hard. En mixte ik mijn beslag te veel. Dus op 3 na waren al mijn koekjes kapot. Ik dacht dat mijn dag verpest was. Toen herinnerde ik me wat Lady Braids me ooit vertelde. Verander je haar en je stemming. Dus ik heb deze pruik opgezet. Ik voel me zoveel beter. En bonus, ik zie eruit als mijn 3 koekjes. Het is een grote verandering. Wil je misschien een zandkasteel maken met mij? Nou, ik wil gewoon naar je kijken. Je mag het niet aanraken. Oh, ik weet het. Alleen kijken. Hebbes! Ik zal je beschermen, MC Swag Kasteel. Ah, dat scheelde niet veel.
eens wat de kat mee naar binnen heeft genomen. Een gigantisch katkasteel. Wauw. MC Swag is zo getalenteerd. Ja, dat is ze. Dat is ze. Wow, ik ben dichter bij dit zandkasteel dan wat veilig is. Ik kan beter een stapje terug doen. Neon Kitty, heb jij dit gedaan? Heb ik dit gedaan? Wie heeft dit dan gedaan? Dat meen je niet. Toch wel. Bonbon heeft geen idee wat ze doet, toch wel soms. Ah, we moeten haar onmiddellijk stoppen voordat ze het hele feestje verpest. Hoep, meestal ben ik de onhandige. Laten we gaan. Nog steeds onhandig. Wow. Al je zandkastelen zijn geweldig. Ze vertellen echt een verhaal. Wie van jullie wil er mee op reis naar 's werelds grootste tas? Onder het genot van een boba! Wat is er gebeurd met Neon Cutie's boba zandkasteel? Bonbon! Hè? Het zandkasteel! Oh, nee! Wacht, wat is er gebeurd? Je grote haar is alles aan het verpesten. Maar ik was heel voorzichtig rond ze allemaal. Ik zweer het. Heb ik dit gedaan? Ik had het niet door. Ik geloof je. Queen Bee's zandkasteel is tenminste oké. Oh nee, het spijt me zo allemaal. Ik heb het zandkasteelfeestje verpest. Nou, het is niet echt meer een feestje, of wel? Oh, Bonbon, wat is er mis? Mijn grote haar heeft alle zandkastelen verpest. Nu ben ik weer in een slechte bui. Mag ik een knuffel? Natuurlijk. Oh, weet je, ik weet dat jij niet de enige bent die zich nu zo slecht voelt. Ja, MC Swag was echt overstuur. Dan moet je misschien teruggaan om te vragen of ze hulp nodig heeft met opnieuw bouwen? Waarom zou ze mij in de buurt willen? Ik verpest alles. Dat doe je niet. Iedereen maakt fouten. Zoals vanmorgen toen je aan het bakken was. Dat er iets kapot is gegaan, wil niet zeggen dat je het niet kunt maken. Je hebt gelijk. Denk je echt dat MC Swag mijn hulp wil? Ze is een van je beste vrienden. Jullie zijn net familie. Het is het vragen waard. En je verontschuldigen. Oké, ik doe het. Maar eerst heb ik een idee. Bonbon, je gaat niet geloven wat MC Swag heeft gedaan. Kom mee! Daar ben je. Ik ben blij dat je terug bent. Wat is dit allemaal? Je grote haarcatastrofe inspireerde me om een nieuw soort zandkasteel te bouwen. Kijk maar. Nu kunnen we allemaal groot haar hebben. Wauw, dit is geweldig. Maar ben je niet boos? Ik weet dat je het niet expres deed. Ja, ik let er niet goed genoeg op. Het spijt me echt. Ik heb wat gebroken koekjes meegenomen ter ere van de gebroken zandkastelen. Bedankt. Deze smaken geweldig. Echt waar? Ja. Wil je op de familiefoto? Echt waar? Ik bedoel, ja, absoluut. Zeg, zandkastelen! Zandkastelen! Fantastische gymnastiek! Hoe gaat die BB's, Queens en alles daartussenin? Op dit moment zijn we getuige van Queen Bee's eerste poging op de evenwichtsbalk. Niet naar beneden kijken! Oh-oh, Queen Bee heeft toch naar beneden gekeken. Gaat het haar nog lukken? Ik
het wel mooi geweest zo. Ik wist niet dat je het zo eng vindt om op de evenwichtsbalk te staan. Dat is niet waar. De B-familie is nergens bang voor. Je zag er anders behoorlijk bang uit. Ik verloor gewoon mijn evenwicht. Hoe dan? Je bewoog niet. Het is oké. Probeer het gewoon opnieuw. Ja, want oefening baart kunst. Gaat het haar nog lukken? Laten we iets nieuws proberen. Ja! Wacht, weet je zeker dat je de balk niet nog een keer wilt proberen, Queen Bee? Ik heb besloten dat ik meer een coach ben. We hebben alleen nog juryleden nodig. Ik denk dat we ze gevonden hebben. Wacht! Vergeet het belangrijkste onderdeel niet. De omroeper. Ik ben er. Graag gedaan. Hoe gaat-ie, Queens? Twist Queen hier met het laatste nieuws van de Gym of Surprises. Geef een daverend applaus voor Team Tumble. Jij bent eerst, Neon Cutie. Ja. Hier is je lintje. Ik ben geboren om te draaien. Oeps. De eerste kandidaat is Neon Cutie met haar lint. Dit belooft wat. Neon Cutie is een natuurtalent met het lint. Haar elegantie, ongeëvenaard. Haar schoonheid, onwerkelijk. Haar bewegingen? Haar bewegingen zijn wild! En ik hou ervan. Kijk die gecontroleerde chaos. Daar is nog eens vaardigheid voor nodig. Wow. Oké, juryleden. Wat gaat het worden? Deed ik het, coach? Geweldig! Misschien alleen je tenen strekken de volgende keer. Bonbon, het is jouw beurt. De volgende kandidaat is Bonbon met haar hoepel. Hier hebben we allemaal naar uitgekeken, lieve mensen. Oh, interessante techniek. Ik denk dat ze... Ja, ze is tafels aan het bedienen. Kijk dat teambadwerk. Wauw! Ze is in de keuken. En kijk nou toch, ze heeft iets uit de oven gehaald. En nu de grote finale. De tepeltechniek. Juryleden, vonden jullie het geweldig? Zeg dat jullie het geweldig vonden. Oké, Neon Kitty is een streng jurylid. Maar met deze score neemt Bonbon de leiding. Het is me gelukt. Oké, Queen Bee. Het is tijd voor jou om... om een speciale vloeroefening te doen. Oh, wauw. Wat een tractatie. Coach Queen Bee pakt de bal op en stapt de vloer op om ons te laten zien hoe het moet. Dit is kunst, Queens. Ik moet er een traantje van wegpinken. Dat was een ongelukkig einde aan een verder perfect optreden. Eens kijken of de jury dat zag. Nee. Dat is oké. Mijn deelname is voorbij. Weet je het zeker? Je hebt het echt goed gedaan. Maar ik heb het einde verknald. Dus? Queen Bee, ben je bang dat je zou falen op de evenwichtsbalk? Natuurlijk niet. De Bee-familie is helemaal nergens bang voor. Echt waar, joh? Bewijs het dan. Nee, ik kan het niet. Je bent bang. Maar waarom? Nou, ik hou er niet van om te falen. Maar ik haat het nog meer om te vallen. Het is eng en soms doet het pijn. En als ik erover nadenk, blokkeer ik en moet ik huilen. Het is oké om bang te zijn, weet je? Ik wed dat zelfs Royal Bee soms bang is. Ja, je moet je angsten onder ogen komen door niet op te geven. Je bedoelt terug de balk op?
Tuurlijk! Vallen zal altijd eng zijn. Maar dat betekent niet dat je het niet moet proberen zolang het veilig is. En wij houden je veilig. Beloofd. Wat zeg je ervan? Oké, we zijn terug bij Queen Bee die zich voorbereidt om haar angsten en de gevreesde evenwichtsbalk onder ogen te komen. Eerst krijgt ze nog een paar tips van haar coaches. Oh nee! Ze kan in een rechte lijn lopen. Ze kan veilig vallen. Maar kan ze de evenwichtsbalk aan? We zijn er voor je. Vergeet niet te ademen. En concentreer je op het einde van de balk. Dit is het. Stap voor stap. En hier komt de grote finale. Creepy, ben je in orde? Laten we dat nog eens doen. Het voelt alsof ik echt leef. Het is er gelukt, mensen. En nu ben ik geïnspireerd iets te proberen wat ik eng vind. Zoals die matcha thee met barstende mango boba.